Sony Media. Ruben Tijl. Van harte welkom, mag ik wel zeggen, bij weer een nieuwe podcast van... Ruben Tijl, de podcast. Ja, slecht ingestart van mij. Ja. Een nieuwe podcast van Ruben Tijl, Ruben de podcast. Ja. Tjongejonge. Ja, het is de... Zul het goed doen? De DSB-bank. Ja. Dirk Scheringa bank. Ja. Een RBC Roosendaal. Ja. Roosendaalse boys combinatie Roosendaal. Ja. Je bent een goed gezelschap. Ik vind hem nu wel leuk eigenlijk al. Ja, het is een soort scrimmage. Dat scrimmage is het. Aankondiging. Maar hij gaat er wel in. Ja. Het is een scrimmage voor de goal. Maar via een elleboog van iemand. Maar ja, er is geen VAR. Dit is geen podcast VAR. Precies. Dus, hartelijk welkom, lieve luisteraars. Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering. Wij gaan weer lekker dobbelen. Voor de mensen die voor het eerst inschakelen. We hebben een dobbelsteen met erop 6 vlakken. En wat je gooit, welk onderwerp je gooit, daar dien je een mooi verhaal bij te hebben. Nou, wie wil er aftrappen deze week? Laat mij eens dat... Heeft iemand nog een shout-out nog naar iemand van op straat tegengekomen? Van, shout-out. Nou, nee. Maar wat mij opviel is dat onze Instagram pagina, wil ik zeggen. Ja. Maar ik moet zeggen account. Het waanzinnig goed doet. En mij is uitgelegd waarom. Oh. We hebben heel veel reels, zei ik. Eerst zei ik, ja. En toen heb ik me toch over mijn schaamte heen gezet. En dat heet social media schaamte. Dus het is een soort analfabetisme. Ja. Dus dat je de menukaart neemt en dan gewoon iets aanwijst. Ja. En dan dat je, hoopt dat je daar gebakken tackle krijgt. En dat je zegt, dat wilde ik ook. Ja. Maar, en dat je hoopt dat je er niet allergisch voor bent. Nee, precies. Ja. Maar een reel is dus een... toen werd ook gezegd, dat is verticaal. Voel je ook een beetje... Ja, vernederd. Ja, een beetje vernederd. Ja, wel. Het is verticaal. Nou ja, goed. Verticale social media. Ja. En die duikt dus op het gebied waar de echte verslaving zit. Weet je? Ah. Je ziet die mensen toch door die films heen gaan. Ja. Ja, scroll. Dan zie je, iemand met een décolleté. Nog iemand met een décolleté. Eens kijken wie dat is. Leeuw die wordt aangevallen door 2 tackles. Dat heb je ook vaak. Een schildpad die kan tapdansen. ja, gek. Elvis is weer terug. Allemaal dingen. Of dat je, ik zag reels van Tom Cruise die allemaal bizarre dingen doet. Heel goed gitaar spelen. Uit stand over iemand heen springen. Maar allemaal deepfake. Ja, deepfake. Ja, wat kan hij allemaal? Ik dacht, gek werd. Want dat had je wel geweten. Precies. Ja. Nou, hij piste in zijn broek toen ik hem aankwam. Ja. Hij zei, deepfake, man. Hotel. Guy does my voice really good, but that's not me. Nee. Nou ja, en zo heb ik dus meer geleerd over reels. En dat is dus gewoon een kort film. En onze reels van onze podcast komen dus daar terecht. En straks hebben wij met z'n drieën, als deze podcast, Insta, meer volgers dan dat ik bijvoorbeeld zelf heb. Niet dat ik daar heel veel moeite voor doe, maar dat je door jezelf... Wordt ingehaald. Ingehaald is, is even een even pas op de plaats maken. Ja. Ja. Nou ja, dan kun je een applausje voor jezelf. Precies, dus shout-out naar onze Insta. Volg hem lekker, want dan blijf je altijd op de hoogte. Er zitten leuke snippets en snappets in. En reels. En reels. Reels. Keep it real. Maar dan weet je ook wat we aan het doen zijn. En dan denk je, hey, leuk. Op een rustig moment zet ik deze podcast dus even aan. Ja. En ga ik lid worden van onze Instagram? Nee, hè? Nee. Dat is geen lid. Je kan wel lid worden van onze exclusieve podcast. Dat is een podcast die wij uitsluitend maken voor onze sombrero's. En lid worden van zo'n podcast krijg je voor €2 2 podcasts per maand extra. Het enige wat je moet doen is... Naar petjeaf.com/RubenTijlRuben. Het werkt zo goed als je het zeg maar tegelijkertijd... Zeggen, maar dan met een heel klein beetje verschil ertussen. Ja, laten we dat nog eens doen. Ja. Dus je gaat naar... Ja, ik hou mijn mond. Ik wist het. Paf. Nee, maar dat is toch... Petje.af. Petje. Nee, nu weet ik het niet meer. Petjeaf.com/RubenTijlRuben. Bam. Bam. Dat was hem. Die moeten we houden. Ja, precies. Okay. Nou. Leuk. Ik begin. Dobbelen geblazen. En hij gooit in ieder geval blikje om. Het maar beeld. Ook het beeld. Het beeld. Ik ben deze zomer geweest naar de Elvis-film van Baz Luhrmann. Baz Luhrmann is zo'n Australian naam. Baz.
Ze hebben niet echte namen daar. Het zijn klanken. Baz, Dirk, Skip, Bonk, Skank, Skrunker. Ja. Baz Luhrmann. Trails. Ja. Chuck Dundee. Het zijn echt echte namen. Je woont ver weg en je leeft van de jacht op krokodillen, hagedissen. En je hebt vaak niet lang de tijd om elkaar te waarschuwen. Dus als je zegt, Baz! Roderick Willem, pas op 18. Ja. Nee, dan heeft een kangeroe je al te pakken. Ja, het is toch een continent met de meest giftige en dodelijke dieren, geloof ik. En blikken, ja. hele goede filmmaker. Een van zijn eerste films is Strictly Ballroom. Echt een geniale film over de danswereld in Australië. Over een jongen die zijn eigen passen wil gaan doen. En daardoor geen kampioen van Australië mag worden. Ja, fantastische film. De jury het niet mee eens. Priscilla, Queen of the Desert, is ook zo'n film van hem. Requiem for a Dream. Nee, sorry. Excuus. Dat Romeo en Juliet. Romeo en Juliet. The Great Gatsby. Great Gatsby, ook met DiCaprio. Precies. En nu dus Elvis. De Moulin Rouge ook. De Moulin Rouge. Ja, ik dacht dat je daar nog... Nee, ja, en nu dus ook Elvis. Wat het natuurlijk extra leuk maakt. Heel veel mensen hebben die film hopelijk al gezien. Dat Tom Hanks de rol speelt van Colonel Parker. A.k.a. Andries van Kuik. De Bredanaar die in de jaren 20, 30... Niemand weet precies wanneer. Nee. De wijk heeft genomen naar Amerika. En manager wordt van Elvis Presley. En niemand weet precies waarom. Nee, en hoe het gegaan is. Hoe dan ook. Uit zijn oogpunt wordt het verteld. Wat vrouw Merkel is. Want Colonel Parker, zoals we het maar zullen noemen, heeft eigenlijk de rest van zijn leven... Want hij is veel ouder geworden dan Elvis. Terwijl hij er een stuk minder gezond uitziet. Die Colonel Parker. Zijn leven lang. Ja. Heeft eigenlijk nooit zoveel losgelaten. Nooit interviews gegeven. Er zijn wel boeken over hem geschreven. En het is een beetje de bad guy. De klassieke manager met een sigaar. Die de helft van het inkomen van Elvis tot zich nam. Ja, ja. Precies. Ja, we doen het 50-50. Maar ja, zo heeft hij het gebracht. Maar ja, aan de andere kant. Is Elvis een van de grootste artiesten aller tijden? Ja, dan doe je het toch goed als manager. En ik wil het heel graag hebben in deze podcast over een periode uit de carrière van Elvis die eigenlijk heel erg onderbelicht is. Want het grappige is dat Elvis zijn eerste plaatje opneemt in 54. That's all right. That's all right, mama. That's all right, me. We hebben allemaal al een verdienstelijke Elvis horen. Precies, ja, we kunnen allemaal... That's alright, that's alright. Elvis wordt in 1935 geboren, sterft in 1977 op 42-jarige leeftijd. Hij begint dus, zoals ik al zei, in 54. Maar hij stopt eigenlijk rond 1956 al met optredens. Ja. Hij gaat pas in 1970 verder. Dus je hebt eigenlijk een gat van 1956 tot 1970... waarin die niet optreedt. Dus het gaat vaak over het begin. Ja. Het echte start van de rock'n'roll. Dan heeft hij nog een tijdje getoerd. Dan wil hij de wereld over. En voor onduidelijke redenen die wij nooit zullen weten... lukt het Colonel Parker om hem tegen te houden. Want hij wil naar Japan, hij wil naar Wembley. Hij wil, precies. Het is een wereldster. Ja. Is Elvis een wereldster? Ja. Harder. Is Elvis een wereldster? Yes. Ja. Is Elvis een wereldster? Yes, Colonel. Precies. Maar ja, hij zag de wereld dus niet. Want die Parker overtuigt hem om een paar shows in Vegas te doen. En de deal is dat alles wordt betaald. Dus een hele band, de hele productiekosten... Dus het kost hem niks en hij krijgt er best wel dik voor uitgekeerd. Ja, hoor. En hij zegt, dat doe je gewoon een paar weken en dan ga je de wereld over. Uiteindelijk doet Elvis dat tot zijn dood. Die gaat nooit meer dat hotel uit. Die blijft altijd in dat witte pak staan. En we kennen de beelden allemaal. Dat is eigenlijk de twee Elvissen die we kennen. Je hebt dus eigenlijk Elvis, de jonge rocker. En dan later Elvis, de rockgod in zijn witte pak, die snel verval raakt. Maar daartussen heb je Elvis, de filmster. Want Colonel Parker
was een man die van het circus kwam. Hij heeft eigenlijk alles geleerd in Nederland bij het circus. En hij dacht, Elvis moet ik managen alsof het een circus act is. Dus wat kende die van het circus? Je bouwde ergens een circus op en dan ging je met de olifant naar het volgende stadje. Die liet je dan rondlopen en wist iedereen het circus kwam. En zo zag hij televisieoptredens. Je moest gewoon een paar grote optredens doen op televisie en dan zaten overal de zalen vol. Maar toen de film kwam, toen dacht Colonel Parker, waarom zou ik een act laten optreden als ik hem in één keer over de hele wereld kan laten zien? En dus heeft Elvis films gemaakt. Veel films. Yep. Heel veel films. Hoeveel films? 31. Oh, wow. 31 films. 31 kutfilms. Van 1956 tot 1969. En de ene film is nog kutter dan de andere. In de film wordt het ook heel kort aangestipt. Er is heel veel Elvis over. Hoe die groot wordt. Ja. Dan is eigenlijk het blokje film een hele korte sequentie. Zie je een paar fragmentjes. En dan wordt er gezegd, ja, toen gingen de films maken. Ja. En Elvis wilde wel serieuze films. Maar niemand ging komen als hij niet zou zingen. Dus we maken die films. En op een gegeven moment werd het vervelend. Dus maakten we ze sneller en goedkoper. En dan zie je al die fragmentjes. En dan is een groot gedeelte van de films weer de comeback special. Elvis die naar Vegas gaat. Dus het is eigenlijk een relatief, een minuscuul dingetje in de film. Terwijl het een relatief hele grote chunk van zijn oeuvre is. Ik ga leven. Ik ga voor de fun of it even de films af. Want de titels zijn natuurlijk om je vingers af te likken. We beginnen met Love Me Tender. Man. Loving You. Jailhouse Rock. King Creole. G.I. Blues, G.I. Blues, G.I. Blues. A Flaming Star, Wild in the Country. Blue Hawaii, Blue Hawaii. Hebben we nog zitten kijken. Follow the Dream, Kid Callahan. Girls, Girls, Girls. Kijk. Ja, mm-hmm. Waar zou die over gaan? It Happened at the World's Fair. Dat is een film die is opgenomen op de Seattle's World's Fair. Het is gewoon een soort gesponsorde film. Van en Elke Poelko. Yep. Kissing Cousins. Kissing Cousins. En daarin wordt incest op de kaart gezet. Viva Las Vegas. Rustabout. Girl Happy. Tickle Me. Harum Scarum. Frankie and Johnny. Paradise Hawaiian Style. Spin Out. Easy Come. Easy Go. Double Trouble. Clembake. Waarvan hij zelf gezegd heeft, dat was mijn allerslechtste film. Maar toen moest hij nog even door. Stay Away, Joe. Speedway. Live a Little, Love a Little. Cheroo. The Trouble with Girls. Change of Habit. The Trouble of Girls. Eerst Girls, Girls, Girls maken. En daarna, weet je, The Trouble of Girls. Ja, dan was hij wel achter gekomen. En dan in 1969 zet hij er een punt achter. Er zijn er nog twee films over. En dat zijn documentaires, concertdocumentaires. Elvis, That's the Way It Is. Ja. En in 1972 Elvis on Tour. Nou heb ik een paar van die films gewoon even bekeken. Om een goed beeld te krijgen. Waarom vraag je af? Want het zijn kutfilms. Maar als je een kind hebt wat meestal om 6 uur wakker wordt. Ja. En dan moet je nog zeg maar de boel rekken tot 1 uur of 9. Dan is het een ideale film aan te zetten. Want het is heel kleurrijk. Ja. Iedereen ziet er super gezellig uit. En iedere 10 minuten wordt er gezongen. Precies. En het is niet dat je het verhaal niet kan volgen. Nee. Nee. Maar het is één verhaal. Ja. Alle films zijn één verhaal. Ten eerste. Elvis. He kicks ass. In iedere film Elvis rules. Elvis is gewoon... Denk je dat Elvis de held is? De alpha man? Of meer... Nee, ik denk het wel. Ja. Ik denk ja. Ja. En ze variëren een beetje. Hij is of de alpha man als een arme jongen die een boot heeft en daar op rondvaart met rijke mensen. En dan om echt zo uit te laten zien, doen we voor deze film je kuif een beetje met wat sliertjes. Zo, bam. Precies. Een hele andere look. Met de vette sliertjes voor je ogen. Ik heb 3 films gezien. Blue Hawaii. Ja. G.I. Blues.
En Girls, Girls, Girls. Ja, natuurlijk. Maar toch Girls, Girls, Girls. Het intrigeert. Ja, het intrigeert. Ja, ja. En dat begint ook gewoon, Girls, 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 begint ook gewoon met Elvis op die boot. Hij is een arme jongen. Die boot is ook niet van hem. Want hij, zijn ouders zijn vroeg overleden. Hij heeft niks. Hij heeft alleen die boot. En hij moet geld verdienen om die boot ooit te kopen. En dat doet hij met zingen. Het is een businessplan. En dan begint, geen businessplan. En het liedje is eigenlijk Girls, Girls, Girls. Is eigenlijk, ja, ze zijn er overal. Ja, en ik ben er zo gek op. En daar heb je er weer een en daar heb je er een. En ik probeer wel me te concentreren. Maar dan is het weer Girls, Girls, Girls. Dat is gewoon de opening. Ja. Er wordt verder niks uitgelegd. Ah. Er zijn een paar constante factoren. Elvis wordt altijd omringd door kleine mannetjes. Gekke, ja, kolderieke, gekke country boys. Die ook wel een vet kuif hebben soms. Plannetjes. Maar, ja, ja. Hey, waarom gaan we niet Elvis? Ja. Elvis, is het niet een goed idee? Dat is helemaal niet een goed idee. Oké, Elvis, sorry. Kleine, neurderige, onderdanig. Ja. Dat is constante 1. Constante 2, het zijn allemaal onbekende acteurs. Want de kolonel wilde niet dat Elvis op enige manier door iemand overschaduwd zou worden. Nee. Niet door zijn vrouwelijke tegenspeelsters, niet door zijn sidekicks, door niemand. Dus het is een stoet aan broodacteurs. Nooit iemand die ertussen dat je denkt, hey. Is die niet? Nee. Nou, alleen één keer Angela Lansbury. Die later nog een bekende... ja, dat moet... Nee. Angela Lansbury is... die had... Murder, She Wrote. Ah, ja. Ja, die heeft nog in de jaren 70 en 80 nog een soort serie gehad over... Ja, toen zag ze er al zo uit. Ja, die ziet haar hele leven lang als een oud wijf eruit. Ja. Ja. Die is een keer zo wakker geworden. En die leeft nog... Nou, volgens mij heb ik heb gravures gezien dat uit Egypte. Daar staat zo. Was dat niet in Blue Hawaii? Blue Hawaii, correcte mundo. Dus dat is de tweede constante. En de derde constante, die is heel leuk. Elvis moet voortdurend zingen. Mm-hmm. Dus dat is constant. Ja. Maar iedere keer wil dit niet. Nee. Oh nee. Oh, we zitten hier in een volle club. Ja. En er is een optreden. En een hele belangrijke meneer van de burgemeester is hier. Oeh. Oh, nu moet het optreden wel doorgaan. Anders sluit de club. En, nee. Oh, Elvis, jij kan toch zingen? Nee. Ah, kom op. Ja, maar hij kan wel zingen. Elvis, en dan zegt hij nee. Oh. Nee, hup. En dan gaat die band beginnen. En dan doet hij... Ja. Gaat hij toch? Ja, en dan gaat hij toch. Flikt het weer. Iedere film, Elvis iedere keer. Flikt hem weer. Ja, maar iedere keer zegt hij ook... En dat is zo vermoeiend als je dat... Nee. Het is alsof Messi op het hoogtepunt van zijn carrière... besluit om te stoppen met voetballen bij Barcelona. Omdat iemand zegt, ja, je kan wel een stadion voetballen. Maar waarom maak je niet films? Dat je bijvoorbeeld terreinknecht bent. En dat iemand zegt, oh nee, oh, de speler is geblesseerd. Wie kan er voetballen? Lionel, kom jij anders? Nee. Ik ben terreinknecht. Ah, kom op hier. En dan hop, speelt iedereen voorbij. 6-0. Iedere keer. Kan jij deze penalty nemen? Want je weet dat Elvis goed kan zingen. Want als hij het doet, dan is het ook echt goed. Want je zit naar te kijken en je denkt, ja, het is toch een niemandalletje wat hij nu zingt. Maar het is iedere keer echt, echt supergoed. Ik toch willen. Dan ja, denk hoor. Je, er zitten toch niet veel hits in. Je hebt Viva Las Vegas... Je hebt... Maar niet zo'n grote hits zoals Jailhouse Rock, Blue Sweat Shoes, later Suspicious Minds. Change Melody. Always On My Mind. Weet je, al die grote hits komen van voor de film en na de film. Omdat de kolonel alleen samenwerkte met liedjesschrijvers die zeiden... Of die moesten dan de helft van hun rechten wegtekenen. Ja. Dus er was niemand die dat wilde. Nee, niemand van de aardappel. Dus er zit een bepaalde tragiek in al die films. Het zijn slechte films, want er mochten alleen maar middelmatige mensen in meespelen. Ja. En middelmatige muzikanten aan meedoen. En ook een beetje middelmatige regisseurs. Want dat was wat de mensen wilden zien. Het zijn dus ook geen van alle echte hits geworden. En ze worden ook steeds iets minder goed. Dus de volgende film die ik zag was G.I. Blues.
waarin Elvis in het leger zit. En het begint dat hij in een tank zit met een legeroefening in Duitsland. En dan is hij stoere Elvis. En dan moet hij met een oefening moet er een huisje omver. En dan is het een beetje bezweet. Is hij. Moet hij richten. En dan bam! Hup. En dan is het even Elvis Rules. Die film wordt dan doorsneden met beelden van het leger. Die beelden beschikbaar stelt. Dat staat ook heel groot bij de pre-roll. Deze film is mede mogelijk gemaakt met het Amerikaanse leger. Maar die beelden zijn op een heel ander formaat. Ja. En met een hele andere pixel geschoten. Dus die zijn er dan gewoon echt zo hard. Zo van, dat hebben wij zo aangeleverd. Dit is van onze crew. En knip je er maar doorheen. Dus ja, bij ons regent het, ja. Ja. Ja, dat kunnen we niet tegenhouden, die regen. 8 mm, toch? Hup, en het volgende shot is hij weer aan het zingen. Want hij wil terug naar Memphis. En hij wil daar een club openen. En hij wil daar met zijn bandje optreden. Maar hij heeft geld nodig. En ze hebben $300 bij elkaar gespeeld in de tijd dat ze het leger zitten. Ze gaan nu weer terug. Dan is er een sergeant die wil een date met een meisje waar ze allemaal achteraan zitten. Nou, zegt iedereen, dat gaat je nooit lukken. Ja, ga me wel lukken. Nou, gaat iedereen erop wedden. En Elvis zet zijn $300 gewoon all in. Denkt, als we dit winnen, ja, want die sergeant is een goede vriend van hem. Dat is een playboy, dat gaat zeker lukken. Maar die sergeant wordt overgeplaatst naar Alaska. Ah, nee. Nou ja, weggeld. Weggeld. Ja, nee, want leuk. Nu zegt iedereen, dan gaat, nou ja, want die sergeant is het niet. Dat was zijn weddenschap. Ja. Zijn kleine, knurfterige sidekicks proberen Elvis te overtuigen dat hij de weddenschap overneemt. Nee, maar hij zegt, Elvis, dat doe ik niet. Tuurlijk niet. En weet je waarom? Elvis zegt, ik kan niet iemand versieren waar ik niet verliefd op ben. Nee. Ik moet me kunnen concentreren op een vrouw. En dan kan ik niet de weddenschap. Nee. Dus hij neemt de weddenschap niet aan. Maar door een groot misverstand denkt iedereen dat hij hem wel aanneemt. Huh? Waardoor hij toch in een moeilijk pakket komt. Die vrouw komt erachter. Die zegt, oh, maar ik dacht je verliefd me was. Ja. Was een weddenschap. Uiteindelijk blijkt het allemaal helemaal goed te komen. En trouwen ze met elkaar. Nee. En is er een groot optreden op de militaire basis. En heb je weer een uur en 3 kwartier van je leven geïnvesteerd in een kutfilm. En toch is het altijd heel leuk. Want er is een andere constante. Elvis wint altijd. Dus of hij nou klein is. Iemand in het leger die niks voorstelt. Mm-hmm. Dan wint hij het eigenlijk toch het geld. En krijgt zijn club en het meisje. Maar hij is soms ook wel eens de zoon van een miljardair. Bijvoorbeeld in een van zijn slechtste films. Die hij zelf heel slecht vond. En dat was, die had ik net al genoemd. Ik moet hem even bij hebben. Dat is een lijst van 31. Ik vond die titel zo lastig. Chero, geregisseerd door Wes Wade, onthoud die naam niet, is hij zoon van een steenrijke oliemagnaat en besluit hij op een vakantie het leven van leven te wisselen met een waterski-leraar, omdat hij nou wel eens wil weten of meisjes hem ook leuk vinden om hemzelf. Ja. Nou, even een goede vraag. Lijkt die, die instructeur op hem? Nou, dat is ook een soort knurft. Die mag dan het leven van Elvis leiden. Die dan zogenaamd de rijke zoon is van een oliemagnaat. Daar wordt een meisje... Hoe flikken ze dat? Ja, daar wordt een meisje dan zogenaamd verliefd op. Maar dat is eigenlijk een gold digger. Ja. Maar eigenlijk wordt ze verliefd op Elvis. Om wie die is. Ja. En weet je wat hij dan zegt? Nou. Ik ben eigenlijk heel rijk. Ah. En weet je wat er gebeurt aan het einde van de film? Nee. Ze valt flauw. Nee. En zo reizen ze naar de horizon. En ze gaan trouwen. Weer. Hij trouwt iedere fucking film. Ah, ja. Geweldig. Maar een van de toppers is, en die kan ik toch iedereen aanbevelen, want het is heerlijk ook om met kinderen te kijken, is Blue Hawaii. Blue Hawaii, Blue fucking Hawaii. Heerlijk. Is zo schandalig slecht. Het begint, hij komt uit het... Hij komt altijd uit het leger ook! Ja, hoe vaak hij ook uit het leger komt. Want hij is een held. Dit hij is al het leger, hij is gewonnen ergens iets. En hij komt terug naar Hawaii, daar waren zijn ouders, want die zijn heel rijk. Oh, gelukkig. En hij wordt opgehaald door zijn vriendin. En nu moet even iedereen heel goed luisteren, want dit is heel belangrijk. Ja. Hij wordt opgehaald door zijn vriendin, mooie meid, in een open sportwagen. Wow. Hij staat bovenaan de trap, iedereen... Ja. Zij mag ook onderaan parkeren. Precies, bij het vliegtuig, iedereen bedankt dat je ons land hebt gesurfd. En hij zoent uitgebreid met de stewardess.
Terwijl zijn vriendin daar... onderaan staat te kijken. Nou ja. En die staat met de handen in de zij nee te schudden. Oh, en hij kijkt naar beneden en zegt... Oh, oeps, oeps. Oh, dit is de stewardess die ik ontmoet heb. Ja, oké. Okay. Hey, je bent er, goed. En dan gaan ze rijden en denk je, hoe los je dit op? Nou. Hoe zou jij dit oplossen? Ja, ik heb geen idee. Het is woest natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, woest. Met een lied. Met een lied. Hij zingt een lied over zijn tijd dat hij weg was. Ja. En hij zegt, ik was bijna altijd trouw aan jou. Ja. Er waren vrouwen overal. Ja. Overal. En zingt hij dat dan overtuigend? Almost true to you. En dan kijkt hij een beetje zo schalks. En dan zit ze alleen maar... te lachen. Te schudden. En nou. En dan rijden ze gewoon lekker naar zijn huis. Aan het water. Oh. En hup, dan gooit hij zijn plunje neer. En wie komen eraan? De inlanders van Hawaii. Op een inlandersboot. Volgende boomstam. Die ze hebben. Hup, dan zwemt hij heen. Zij blijft achter. Hup. Hij klimt aan boord, hij krijgt een gitaar en dan gaat hij... Hallo, Hawaii. Ja. Nou ja. Ik vind nog wel... ze gaan ook nog even met z'n tweeën zwemmen dan. Maar zij wil dan niet. Echt zo, nee, ik gooi erin. Maar hij gooit er best hardhandig het water in. Ja. Hij pakt er echt bij de arm en slurt er het water in en gooit er echt. Dan denk je van... Oeh, nee, maar dan zie je ook, daar heeft hij echt gewoon geen zin die dag. Ja, die dag was van hoeveel zwemmen moeten we nog... Nou, dan, je gaat zwemmen en je gaat naar de bootje zwemmen. En je gaat nog even op het strand ook nog even een liedje doen met die gasten. Dan moet je zo staan. En dan zit dus een stukje solo in waar hij niet zingt. En dat is gewoon één shot. En dan denk je, als je goed kijkt naar hem, denk je... Ah, volgens mij is hij een beetje dronken al. Ja. Ja, ik denk dat het ook niet makkelijk voor hem is. Draaien op Hawaii. Ja. Maar hij moet het bedrijf van zijn ouders overnemen. Ze zijn heel rijk. Ja. Dat wil hij dan niet, want hij wil met haar trouwen. En hij wil de wereld overreizen. En dan heeft hij aan het einde van de film nog een heel goed idee. Oh. Voor het bedrijf met bonussystemen. Heel kort, zegt hij. En dan zegt iedereen, wat een geweldig idee. Zegt hij, ik hoef het bedrijf niet over te nemen. Dit is mijn idee voor jullie. Jullie gaan je bedrijf heel anders structureren. En ik ga mijn droom achterna. En heb je weer een uur en drie kwartier van je leven geïnvesteerd in een film over Elvis. En dan trouwt hij op wanstaltige wijze op een vlot. Heel langzaam. Ja, insane. En toch... Al mensen die meelopen. Wie zijn die mensen allemaal? Iedereen komt overal, iedere hoek. Bloemenkransen. Achter iedere palmboom komt er iemand vandaan. En dan trouwen ze. En hij trouwt iedere keer. Hij wil iedere keer niet zingen. Hij doet het toch. Maar ja, het zijn toch wel hele vermakelijke films. Het is een groot gedeelte van zijn carrière. En het is wie Elvis was. Want weet je wat het Griek toch een beetje is? Ja, als acteur en filmkenner weet het helemaal. Had hij de positie en had hij de power om te zeggen... ik wil gewoon een hele goede thriller maken. Dat had hij toch onmiddellijk kunnen doen? Nou ja, niet met die kolonel dus. Nee. Maar want dat je, was dat... gewoon, die was gewoon flink aan het verdienen. Die had gewoon een businessmodel... van hem gemaakt, voor hem, voor zichzelf. Hij was toch ook gokverslaafd. Ja, daarom was Casino perfect. Maar je kan toch ook zeggen, ik doe er vijf... en dan doe ik iedere vijfde film doe ik één die ik helemaal zelf wil. Ja. Doodzonde. Nevertheless is het toch een hele grote artiest geworden. En veel nagelaten, veel van te genieten. Maar de ironie is toch dat de beste film, de beste Elvis film... een film is over hem. En niet met hem. Ja, mooi. Ja. Maar het is dus, final thought, ook nog steeds uitstekend materiaal om voor je kinderen voor het schoot te leggen. Nee, maar het is zo lachen om een Elvis film te kijken. En bijvoorbeeld ook, dat het is niet dat hij daar vreemd ging, hè, uitgebreid met die stewardess. Het was ook een geintje van hem. Oh. Het was een vooropgezet plan met die stewardess. Kijkt ze. Ja. Nee, ik dacht, ik praat het toch een beetje. Ja. Dan zijn we overigens, ja. Laatste in de film. Ik ga niet veel spoileren, maar goed, de meeste mensen weten hoe het met Elvis gegaan is. Zie je ook dat in zijn laatste jaren in Vegas, als hij door de zaal loopt bij die Vegas shows, waar zijn vrouw bij is, dat hij gewoon alle fans, leuke fans, op de mond kust. Uitgebreid. Ja. Dus het was ook, die films waren ook een verlengstuk. Wie die was, een zorgeloze jongen die gewoon... Bij Elvis, that's the way it is. Daar, precies. Daar zie je ze. Ja, precies. Ja, daar zie je ze aan de lopende band. Ja. Vrouwen die naar voren komen. Ja. Ja, uitgebreid zoenen. Zou nou toch niet meer kunnen?
Nee. Nee. Niet als je gewoon openlijk getrouwd bent. Nou, Johnny Hallyday. Die probeerde dat ook. Ja. Maar dat is een heel ander verhaal. Frankrijk, jaren 70. Heerlijk. Heerlijk onderwerp. Dank. Het heeft een half uur gekost. Maar dan heb je ook wel wat. Want ja, we hebben een mooie tip. De podcast. Even iets anders. Vorige week heb ik een geweldig cadeau van Ruben gekregen. Van Bamigo. Ja, klopt. Maar voor wat hoort wat. Dus vandaag ga ik iets uitzoeken van Bamigo. Voor Ruben. Nou, lekker origineel. Dat, ja. Dat gaat Ruben vorige week dus ook. Ja. Dus nu weet ik hoe goed het is. Ja. Nou, ik ben er toch blij mee. Kijk jij ondertussen even op die website. Dan zal ik de luisteraar even een geheugensteuntje geven over Bamigo. Ja. Want zoals jullie inmiddels weten, lieve luisteraar, Bamigo is kleding gemaakt van bamboe. Bekend van tv. En hun unieke pandakoppen, toch? Ja, ik weet precies wat je bedoelt. De unieke eigenschap van bamboe is dat het zacht, ademend en duurzaam is. En het grote voordeel, het blijft heel zacht. Ja. Ook na herhaaldelijk wassen. En, kijk ik jou even aan. En het groeit heel snel, bamboe. Ja, en hard. Ja. Ook. Oh, ja. Het gaat door alles heen. Keihard. Dus. Maar hey, kijk, ik heb iets gevonden. Je kan het zelfs wegzagen. Ja. En het komt gewoon weer keihard terug. Nou ja. Ja. Nee, dus. Groeit als een malle. Oké. Okay. Maar ik heb iets gevonden. Een Johnson t-shirt. Wauw. Met een V-hals. Ja. Vind je dat ik dat kan hebben? Natuurlijk, ja, tuurlijk. Je bent de ideale man voor een V-hals. Oh? Ja. Maar waarom? Geef eens een paar goede redenen. Nou, nu ben je naar complimenten aan het vissen. Oh. En het gaat even niet om jou, Ruben. Het gaat om Bamigo. Maar Ruben krijgt toch het cadeau? Is dat niet het idee, een beetje? Nee, niet meer. Jij krijgt hem tel. Oh. V-hals staat jou sowieso veel beter. Maar wat is dit? Nou, in ieder geval, voor de luisteraar, je krijgt nu 25% korting op je eerste bestelling. 25% korting? Dat is een kwart, hè? 25% korting op je eerste bestelling op bamigo.com. Exclusief voor onze luisteraars. En dan gebruik je de code Ruben25 of Tel25. Mag je zelf kiezen. Of je belt even rechtstreeks met de eigenaar van Bamigo op 06. 25%, daar hou je een driekwart over. De podcast. Wat? En hij gooit. Hey, ook het beeld. Hartstikke idee. Dan zal ik gewoon een korte tip geven. Die nu op Netflix staat. Het klinkt een beetje van wil ik dit wel zien? Is dit wel geinig? Maar dat is het zeker. Is de most hated man on internet. Moet ik het nu wel even goed zeggen hoor, sorry. Ja, the most hated man on internet. Dan ga je denken van ja, heb ik hier nou zin in? Ja, heeft Siewert van Linden zijn eigen site nu? Het gaat over de King of Revenge Porn. Die zet dus naaktfoto's op internet van verschillende vrouwen. En die zegt ook van, nou, ik heb de site zo gebouwd dat mensen het kunnen uploaden. Dus het is niet van mij. Nee, hij heeft een vehikel gemaakt. Ja, precies. Zoals Uber ook een vehikel is. Precies, en daar kunnen mensen dan op reageren. Mm. En zo, dus... ik vind het... Maar er zijn dus dames blijken dus te reageren van... Ja, maar deze foto's, die heb ik nooit gestuurd aan iemand. Dus hij kan daar niet op aangepakt worden. Maar wel, als dames zeggen van... Ja, deze foto's heb ik nooit gestuurd, dus hoe kom je hier aan? Ja. Maar ja, hij gaat het niet afhalen, want het is gewoon één groot succes. En hij wordt een succesvolle succes. En hij is gewoon een megalomane gek, is het. En er zijn twee dingen wat zijn downfall is. Eén, het is de moeder van één van die dames. En die zet haar tanden erin als een pitbull. Om deze gozer te pakken. En het grappige is... want jij bent nogal fanatiek, hè? Wordt er gevraagd in een interview. Jawel. Want jij wilde vroeger met zoveel mogelijk celebrities op de foto. Ja, dat klopt. En dan zie je een rits aan foto's voorbij komen met bekende mensen. En dan vertelt ze even kort bijvoorbeeld hoe ze dat deed. Ze lulde zich overal naar binnen. Alle feesten, VIP's, rooms, overal was ze. En dit is gewoon echt... Fucking with the wrong marine. Want zij zet haar tanden erin en gaat ervoor. En het grappige is, zag er een beetje tegenop. Want het is wel kut allemaal, weet je wel.
mensen hun levens worden verwoest. En het is natuurlijk echt. Maar de documentaire is in 3 delen. Maar is echt lekker opgebouwd. De mensen, de hoofdrolspelers worden echt goed neergezet als soort characters. Het keek een beetje zoals een goede John Grisham leest. Dus er steeds weer iemand bij komt. En dat je denkt van, oh, hier zat ik op te wachten. Hier heb ik echt zin in. Want op een gegeven moment gaat de King of Revenge Porn op nationale televisie. En dan gaat hij uitleggen wat hij doet. En dan wordt hij echt landelijk bekend. En er is er één ex-marinier die voor de intelligence werkte. En echt een meester hacker is. En met Anonymous en zo ook werkt. En die zegt ook, deze gozer ga ik aanpakken. Maar op mijn manier. Van binnenuit. Dus die gaat vrienden met hem worden. Fucking with another wrong marine. Oh, what? Het is de hele tijd. Komt er iemand bij. De moeder van het meisje die aan het zoeken is. Die heeft haar man. De stiefvader van het meisje. Is een Engelsman. Oude Engelsman. Advocaat. Waarin je de hele tijd denkt. Neem hem erbij. Schakel hem in. Ja, dat wil ik niet, want ik schaam me. Het is toch de stiefvader, Engelsman. En ook zijn eerste reactie is ook, ja, een typisch Engelse reactie. Een Europese. Je staat met je blote borst op internet. Maar is dat erg dan? Die komt toch uit een heel ander werelddeel. Een hele, weet je, de hippies waren in Europa net even iets verder. Het was allemaal. Nou en? Totdat ze dreigingen krijgen vanuit de Revenge King. En dan is het nogmaals fucking with the. Dus het gaat zo lekker worden de mensen. Ja, en hij gaat gewoon. Ja, dat is natuurlijk duidelijk. Dat gaat natuurlijk niet goed. Nee, hij gaat er keihard aan. Echt, het keek zo lekker. Maar er wordt dus een soort dream team van ideale wraaknemers. Ja, dat is het. Dat is het. En het. Ja, wat ik zeg, het is mooi gefilmd, want de scènes worden nagespeeld. Die interviews zijn goed. Je hebt gewoon heel veel materiaal. Heel veel materiaal, wat hij allemaal daar op dat ding zette. Joh, het is. Er zijn daar mensen ook. Maar hij was super vreed. Ook een meisje wilde er vanaf. Ja, die ging hij dan dwingen. Ik haai er vanaf. Oké, als jij een mobiele telefoon in je hol stopt. Serieus, dat soort dingen zei hij. En dat deed ze dan via webcam. En dan had hij dat gewoon gefilmd. En dan zegt hij, oké, en dan ga ik jou, moet je me op trillen zetten en dan ga ik je bellen. Nou, en vervolgens zet hij dat weer online. Hij was crazy. Wat een vreselijke. Echt. Dus je zit ook echt, als je dat ziet, deze man. Ja, tuurlijk haat je die man. Je haat hem eigenlijk gelijk en het wordt alleen maar erger. En dat team wordt maar beter en groter. Ja, echt. Ik heb echt zitten genieten. Gaat dat zien. Nog een keer de titel? The Most Hated Man on Internet. Heerlijk. Te zien op Netflix. Op Netflix, inderdaad. Het is een heerlijk Netflix. Amerikaanse Videoland. Ja. Zo kan je het onthouden. Nou. Ja. De internationale petjeaf.com/Ruben. De podcast. Ruben van der Meer. Ja. Stel, in een verre toekomst word jij wat kalend. Ja. Ja, zet het door. Want ik kan wel jullie zeggen, het is echt begonnen bij mij. Oké. Nou, dan wil ik je nu alvast een ver gezicht geven voor over, wat is het, 5, 10 jaar misschien? Ja, maar je weet het niet. Transhair. Die hebben al 27.000 hoofden sinds 1997 van een volle bos haar voorzien. Doe maar. Aangezien wij dit signaleren bij jou, dat het soms valt het op. Soms valt het op dat het iets dunner wordt. Als het waait of zo. Als het waait of er staat zon achter je. Maar jullie zitten vaak dichtbij ook. Daarom. Dus dit is inderdaad precies wat Tel zegt. Het is een vooruitzicht eventueel. En dan kan je maar beter op voorbereid zijn. Nou, dan kan je dus naar Transhair en die zouden daar dus weer een bos op kunnen toveren. Dus wij hebben eventjes wat bekende mensen
bedacht. En dan moet jij aan dat haar denken. Mm-hmm. En dan moet je met je ogen dicht meteen een keuze maken. Oh, leuk. Dat vind ik leuk. Ja. Okay. Erika Terpstra of rapper Donny, a.k.a. Maradoni, a.k.a. El Fenomeno? Ja, dan ga ik toch voor Erika Terpstra. Ja. Dat is een mooie golf. Dat heeft een prachtgolf. Ja, maar het is het schaamhaar van Erika Terpstra. Had ik dat er al bij gezegd? Oh. Daar had ik het ook over. Dat heeft een mooie golf. Ik weet toevallig dat als je de haartransplantatie nog eventjes één stap te ver vindt, mm-hmm. hè, dat komt nog te vroeg misschien, denk dan eens aan vol collageenpoeder. Dat is een product. Ik denk er nu aan. Dat is een product van Transhair. Moet je er alleen aan denken of moet je het ook echt aanschaffen? Nou, dat werkt wel het beste. Ja. Maar ja. Want Vol heeft dus een collageenpoeder ontwikkeld. Dat met alleen maar uitsluitend natuurlijke ingrediënten jouw huid en je haren een boost gaat geven. Geweldig, geweldig. Kortom. Dus huid en haar. En dit poeder, dit poeder dat bevat onder andere collageen, hyaluronzuur, coenzym 10 en natuurlijk biotine. Biotine, dat zijn je nieuwe vrienden. Ja. En dat zorgt nou voor stralend haar, maar ook stralende huid. En dat is belangrijk. Nou, in jouw geval zie je nog best wel wat van je huid, van je hoofd, snap je? Dus daar moet je ook goed voor zorgen. Ja. Nou, als je nou de code RubenTelRuben 20 gebruikt, dan krijg je 20% korting voor de vol haarvitamine en haarverzorging. Bam. Bam! En dat geldt voor iedereen, niet alleen voor mij. Voor iedereen die wil. 20% korting. Dan kan je dan, weet ik hoeveel kapsalons verkopen. De podcast. Check idee. En kijk eens aan. We sluiten af met het geschreven woord. Ah. En dat betekent dan wel dat we eruit gaan met een down. Oh. Nou, ik voel deze al downish. Dus jawel. Ging je echt van up? We begonnen heel leuk. Ja, en dit was een tussen. Want het is... Maar we gaan het nu hebben over nazi-miljardairs. Mm. Oh. Ja. Het Koningshuis, wat leuk. Ja, nee, die zijn niet zo rijk. dit gaat om... het is een knijter van een boek. Ik ben er nog niet uit. Ik heb het nog niet uit, maar er staat heel veel in. Het is het boek wat ik had willen lezen op vakantie. Ik heb een ander boek gelezen op vakantie. Oh. Ga ik niet zeggen. Ik ga niet zeggen wat de titel is, want het was een heel slecht boek. Ah. Ik wilde geen aandacht aan besteden. Okay. Ik kon niet stoppen, maar het was elke keer hetzelfde en hetzelfde. En toen was ik toch blij dat ik hem uit had. Maar toen dacht ik, oh, wat had ik graag een ander boek gelezen. Zoals dit boek van David de Jong, Nazi-miljardairs. Het is al een succes in de Verenigde Staten. Het is al een succes in het Verenigd Koninkrijk. Het is naast Nederland in nog 15 andere landen uitgegeven. En het gaat als een malle. Het is geschreven door de Nederlandse David de Jong. Hij is correspondent voor het Financieel Dagblad in het Midden-Oosten. Werkte ook bij Bloomberg News, RTL Nieuws, et cetera, et cetera. Het boek komt voort uit een onderzoek naar Duitse industriëlen die fortuinen hebben verdiend tijdens het nazi-bewind. Onder meer door toe-eigening van Joodse bedrijven en het misbruik van dwangarbeiders. Het gaat om de families, met name de families Quandt, Q-U-A-N-D-T, Von Finck, Porsche en Oetker. Zij hebben fortuinen verdiend door een textielfabriek bijvoorbeeld om te katten naar een wapenproductie. Het opkopen van Joodse ondernemingen voor echt spotprijzen. En natuurlijk het misbruik van vele dwangarbeiders die overal uit Europa daar naartoe werden verscheept. Ja. Daar weet ik alleen nog van dat mijn broer van mijn grootmoeder, een van de broers van mijn grootmoeder, daar ook te werk is gesteld in Duitsland. Mijn opa ook. Ja, precies. En die vertelde nog dat ze dan expres schroefjes niet heel goed aandraaiden. Ja. Maar dat was dan het verzet. Dat kon je doen. Ja, precies. Deze familiedynastieën zijn op dit moment tientallen miljarden waard. Deze kleinzonen en kleindochters zijn nu de grootaandeelhouders van merken zoals BMW, Allianz, de verzekeringen, Porsche, Volkswagen en Dr. Oetker. Deze merken en dus die families vooral daaromheen, die hebben miljarden en miljarden verdiend tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat is mooi gedocumenteerd in het boek en het valt ook op omdat zoveel regeringen inmiddels hun excuses hebben aangeboden. En hebben gezegd, voor dat hebben we niet goed gedaan, dat hebben we niet goed gedaan. En
dat is wel zo'n beetje eindig. Maar de grote merken en de grote families, die zijn nog steeds aan het proberen om de dans te ontspringen. Nou, dit boek maakt daar toch wel op een bepaalde manier een einde aan. Ik neem u mee naar 20 februari 1933. 20 van de allerrijkste en allermachtigste zakenmannen van Duitsland worden op uitnodiging van Hitler ontvangen in de residentie van Göring. Om, zoals hen werd voorgespiegeld, het beleid uit te leggen. Het is 1933, hè? De zakenlieden zijn keurig op tijd. Deutsche Punktlichkeit, die zijn precies op tijd ter plaatse. Gastheer Göring laat ze 15 minuten wachten. Nou, dat zijn deze mannen niet gewend. Die kijken daarvan op. Die vonden dat gek. Nou, uiteindelijk Göring ontvangt ze. Hitler kwam nog wat later met de economische adviseur binnenlopen. Hitler schudt vervolgens de handen van al deze mannen en steekt gelijk van wal. Hij houdt vervolgens een anderhalf uur durende speech, onafgebroken, zonder het gebruik van aantekeningen. Dus by heart. Ratelt hij anderhalf uur door over het verlies van de Eerste Wereldoorlog, de ridicule herstelbetalingen enerzijds, de winst van de communisten aan de andere kant. En dus is er nu de kans ontstaan en ook de plicht om links en rechts te vernietigen. Hitler is een paar weken daarvoor kanselier gemaakt en vertelt dat hij over 2 weken de totale macht zal grijpen bij, zoals hij het noemt, de laatste verkiezing. Want de democratie zal daarna een dictatuur worden. En goedschiks of kwaadschiks, want als hij niet verkozen zou worden, dan zou hij via een burgeroorlog alsnog de macht grijpen, was het plan. Doet hij dus uit de boeken. Dan zitten die 20 mannen daar inmiddels toch onder de indruk. De staaltycoon Gustav Krupp, thans bekend van Tyson Krupp, hebben heel veel merken, maken zowel plastic als onderzeeërs, echt alles. Die had een uitgebreide economische memo geschreven en mee te nemen. Daar zag hij vanaf om in discussie te gaan met Hitler. En dus wat doet hij? Hij dankt de Führer. Hij dankt voor de ontvangst en de nauwkeurige uiteenzetting van de plannen. Hartelijk dank. Hitler wacht niet op andere vragen of wat en vertrekt. Dat vonden ze ook gek. Ja. Hitler was alweer weg. Nou, Göring neemt het gesprek over en nu komt de aap uit de mouw. De nazi-partij kampte op dat moment met gigantische torenhoge schulden. Ze hadden nauwelijks, ze zaten al miljoenen in de min. En ze hadden hard geld nodig om die verkiezingscampagne te voeren de komende weken. Göring zegt letterlijk, quote, het is meer dan redelijk om financiële offers te vragen aan jullie, aan deze zakentitanen. Quote gaat verder. Aangezien de verkiezing van 5 maart beslist de laatste in de komende 10 jaar zullen zijn en waarschijnlijk de komende 100 jaar. Dus dit is nog 1 keer verkiezingen en daarna doen we dat niet meer. Nee. Dat schaffen we af. Dus als je nog een keertje mee wil doen aan een verkiezing en daar wil investeren. Nou, dat is het. Want Göring vertrekt op dat moment ook. Die zegt, dit is het. En mazzel. En dus zitten er 20 mannen met heel veel geld en heel veel macht. En dat is eigenlijk de kern van dit boek. Hoe snel er wordt overgeschakeld naar rasopportunisme. Dus ze stappen heel snel over alle beledigingen heen en zeggen, en ook over het feit dat ze absoluut nu mee gaan helpen aan het financieren van de ondergang van de democratie. En zeggen, oké, er moet een fonds komen. Jij doet 5 ton, jij doet 1 miljoen, jij doet 1 miljoen, jullie ook 5 ton, ik doe ook. En zo komt er een pot van een paar miljoen bij elkaar in 1 dag. En dan neem ik u even mee naar het dagboek van Jozef Goebbels. 1 dag na de vergadering. 21 februari 1933. Oh ja. De dag daarvoor schreef Jozef Goebbels in zijn dagboek. Goebbels was de dagboekaantekening een dag daarvoor begonnen met een beschrijving van de depressieve stemming in zijn hoofd. Pardon. Van de depressieve stemming in zijn hoofdkwartier in Berlijn. Vanwege het gebrek aan geld. En dus een dag later schrijft hij, Göring brengt het blije nieuws dat er 3 miljoen beschikbaar is voor de verkiezing.
Punt. Geweldig! Uitroepteken. Ik licht meteen de hele propagandaafdeling in. Punt. En een uur later ratelen de machines. Nu gaan we een verkiezingscampagne optuigen. Vandaag is het werk leuk. Het geld is er. Het grappige is dat je, als je dan zo'n quote leest, dat je ook ergens denkt, dat je even meegaat in de blijdschap. En denkt, oh ja, je was net heel depressief en nu heb je blij, want het is er. Maar om later weer heel snel te beseffen dat het voor zo'n vreselijke zaak was. Dat doet me ook denken aan dat verhaal van Roald Dahl. Die beschrijft een bevalling van een vrouw. En die heeft heel veel pech en heel veel ellende. En het vorige kind was al doodgeboren. En deze moet het redden. En een man komt en die is dronken en agressief. En je hoopt zo dat het kindje overleeft. Je hoopt zo dat het kindje overleeft. Je gaat helemaal mee met het slachtoffer. En de laatste zin is, en mevrouw Hitler, heeft u al een naam voor uw kind? Ja, we denken aan Adolfus. Nou goed, gaat dat lezen. Nazi-miljardairs van David de Jong. De donkere geschiedenis van de rijkste families van Duitsland. Bijzonder. Zeer. Bijzonder. Wij zijn er doorheen voor nu. Ja. We hopen dat... Als ik mag kiezen. Ja. Hè, als ik deze podcast zelfs heb geluisterd om mijn tijd mee door te brengen. Ja. En ik moet kiezen tussen de meest gehate man van internet, de meest gehate man en Elvis. Ja, ik zou het ook wel weten. Ja. Ik ga lekker Blue Hawaii. Ja, toch wel. Ja, ja, dan kan je toch een hoop kritiek hebben op zijn films en zijn keuzes en zijn broodjes pindakaas. Ja. Maar je kon verschrikkelijk met hem lachen. En als het even mee zit, kreeg je een Cadillac. Nou, dat kun je over die andere gasten niet zeggen. Nee, nee. Ja, een lijn coke kon je krijgen. Ja, precies. En een pak slaag. Nou, ja, en hier een nieuwe Porsche. Maar goed. Dank voor het luisteren, lieve luisteraars. Wij gaan verder in de backstage, zo noemen we dat. Dat is voor de leden van Petje Af. Ja. Petjeaf.com/RubenTelRuben. Voor €2 per maand krijg je 2 extra podcasts per maand. Pam, tel uit je winst. Wij gaan het straks hebben. Waar zullen we het straks eens over hebben? Over onze meest verschrikkelijke snabbel. Ja. De ergste ever. Snabbel. Ja, en een snabbel. Oh. En wat is een snabbel? Je doet iets voor geld. Je doet buiten het, je baan om. Ja, ja. Vaak is het... En daarom hebben ze er een lief woord voor gekozen. Snabbel. Snabbel klinkt als een konijntje. Snabbel de babbel. Snabbel de babbel. Ja. Ja. Maar het is vaak... Dat is het vaak niet. Nee hoor. Nee. Het is vaak de hel. Nee, het is een konijn met rode ogen en slagtanden. Daar gaan we het straks Laat over hebben. Puur scheten. Dus lieve luisteraars, tot een volgende keer. Of tot straks in de backstage. Ciao, ciao. De podcast.